Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Jan Schaven en vandaag gaan we verder voor FA 2010 Career Mode, aflevering nummer 33. Gaat al lekker hard met de aantal video's, maar goed, heb jij die vorige race gemist? Zal ik die eerst even terugkijken, voordat je deze dus gaat zien? Dus kan rechtboven in het i'tje, klik daarop en dan zal die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben je trouwens nog niet geabonneerd op dit gamekanaal van mij? Gewoon even doen, abonneer vooral voor meer. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. En reageer wat even beter kan worden op mijn video's. Volg me even op de sociale media, @gierlandschouwen op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dus op naar de kwalificatie voor aflevering nummer 33 hier in Italië. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Lekker droog weer hier in Monza. Aanremmen, eerste bocht. En dat is gelijk een spin. En deze eerste ronde kan eigenlijk al in de prullenbak. Want deze ronde is niet goed genoeg voor de pole position. Dus we moeten er zometeen nog een keer voor gaan zitten. Om een verbetering te doen. Komen aan bij Parabolica. De laatste bocht in Monza. Gaan daar gewoon te wijd. Over het gras. Weer tijd verloren. En dat is een 1:30.3. Voorlopig de pole positie. Maar dat kan harder. En dat moet ook harder. Eerste bocht en tweede bocht gaat het gewoon goed. Moeten we zo vol zien te houden. Op naar bocht nummer 5 en 6. Gaat ook goed, jazeker. En we zijn sneller in sector 1. Button naar P2. Redt het niet. Oh sorry, redt het wel. Hamilton voorlopig naar de pole position. En daar krijgen we helaas een corner cutting. Deze ronde wordt hem ook niet. Jammer maar helaas. Dan moeten we er een derde run achteraan gaan plakken als dat kan. Terwijl we ook hier gewoon even doorschieten. En met nog ongeveer 3 minuten te gaan. Gaan wij het proberen. Maar dat mislukt hier al helemaal. Eerste bocht gemist. En de tijd is afgepakt. Jammer. Dan moeten we het zometeen bij de laatste run gaan proberen. Ongeveer 2 minuten nog op de klok. We verliezen veel tijd in sector 1. En zijn dus naar P17. We hebben wel twee rijders voor ons vechten. Dat zijn Kovalainen en Buemi. Die houden elkaar gewoon op. En daarmee is hun kwalificatieronde eigenlijk gewoon verpest. Wij moeten er zo snel mogelijk voorbij zien te komen. Het is Di Grassi. Niet Buemi, maar Di Grassi. En hebben we dus met die ronde pole positie gepakt. Goed gedaan. 2,5 los van Hamilton. Dus op naar de race voor aflevering nummer 33 hier in Italië. Dan zijn we aanbeland bij de race. Vertrekken dus vanaf pole position, 0% kans op neerslag. Het wordt vooral een strategisch spel. Want ja, Italië kan je gewoon makkelijk inhalen. Zo simpel is het. Een kind kan de was doen, bij wijze van spreken. En dan gaan we ons voorbereiden voor aflevering nummer 33. Italië starten dus op de softbanden. De race-strategie is om in ronde nummer 4 naar de harde band te duiken. Hamilton op P2. En dan gaan we gewoon naar de grid toe. En dan is het afwachten op de start.
okay. We've already got the championship in the bag. So just go out there and enjoy yourself. Geniet van de race, zegt de engineer. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen gewoon goed weg. Knijpen al gelijk die binnenkant af, zodat iedereen naar de buitenkant moet. Alonso is heel goed weg. Remt daar of probeert daar het gat dicht te remmen. Maar dat mislukt en wij behouden de leiding. Alonso daar even aangetikt. Of was dat Felipe Massa, weet ik niet zeker. Maar de beide Ferraris kwamen met elkaar in aanraking. Alonso dus naar P2. Het was Felipe Massa, denk ik. Maar goed gedaan. Goeie start. En zitten we in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als wij al een flinke voorsprong naar Alonso hebben opgebouwd. De banden gaan er wel aan, dat zie ik op de MFD. En we duiken dus in deze ronde naar binnen voor de harde band. Alonso gaat door. Button op P3, Vettel op P4. Ik weet niet waar Rubens Barrichello rijdt, maar dat interesseert mij eigenlijk niet zoveel. Zijn een tiende langzamer in sector 1. Maar blijven gewoon 100% er vol tegenaan gaan. Om misschien voor Fernando Alonso weer de pitstraat uit te komen. En dan duiken wij naar binnen in ronde nummer 5, begin ronde nummer 6. Alonso gaat door. Jazeker, die gaat langer door. 5,2 seconden is de pitstop. We komen ook achter Rosberg weer de baan op. En Webber. P4, nee, Rosberg is naar binnen gedoken. Oh sorry, dat zag ik helemaal verkeerd. Achter Rosberg en achter Webber. P4 dus. We moeten nu Webber zien te gaan passeren voor P3. Wetende dat hij gewoon nog naar binnen moet voor zijn pitstop. Dus hopelijk maakt hij het ons niet al te lastig. Dat zeg ik wel, maar Webber beweegt daar in de remzone. En wij moeten even opletten dat wij hem niet raken. Er zijn nog 5 rondes te gaan in de wedstrijd. Bij Lesmo 2 moeten we een goede exit hebben. Jazeker, die hebben wij. Slipstream pakken hopelijk van de Australiër. Lukt dat? Hij houdt de auto mooi breed. Dan kijken we hier naar de binnenkant. Jazeker. En daar is een touché. En de voorvleugel van Webber heeft wat schade opgelopen door die tik die ik uitdeelde. En wij rijden dus op P3. Het podium. Rosberg op P2, Alonso dus aan de leiding voor het thuispubliek, maar wij willen daar een stokje voor gaan steken. En Rosberg en Webber duiken naar binnen. Hetzelfde geldt voor Fernando Alonso en er zijn nog 4 rondes te gaan in de wedstrijd. Dus eigenlijk hebben wij de touwtjes in handen en gooien wij dit niet meer weg. En dan zitten we in de laatste ronde van de wedstrijd. In ronde nummer 11 van 11 zijn gewoon 2/10 harder gegaan in sector 2. Dus daar komt een verbetering van de snelste raceronde. En dan gaan wij hier weer een wedstrijd winnen in F1 2010 carrière mode. Pakken dan onze 15e achtereenvolgende overwinning van dit seizoen, als ik dat goed zeg. In ieder geval goed gedaan. Is het op naar de volgende wedstrijd. Brilliant! Brilliant! That's the double pole in the win! Oh, you legend! Hier ben dan dus de uitleg van de wedstrijd. Wij winnen dus de grote prijs van Italië. Alonso voor het thuispubliek naar het podium. Rosberg naar P3. Vettel P4. Schumacher 5. Webber 6.
Button 7, Massa 8, Kobayashi 9 en Petrov pakt dat laatste punt voor Renault. Jammer van Barrichello. Heel erg jammer. Maar goed, het is wat het is. We hopen op beter werk in Singapore. Dat is de volgende video namelijk. Maar eerst nog het klassement bij de coureurs en de constructeurs. Volgens mij moeten wij gewoon dik leiden. En ik denk dat Williams er ook goed voor staat. Na weer een overwinning van mijzelf. Jazeker. Goed hoor, hebben over 100 punten verschil naar concurrent Fernando Alonso. Dus die titel was eigenlijk al binnen in België, maar goed. Dat maakt allemaal niks meer uit. Barrichello blijft een beetje steken. Op P14. En hebben ook voldoende punten voorsprong op Ferrari. Leiden dus dik het constructeurskampioenschap, goed om te zien. Contract offers come in. You're doing really well. If you want to have a look there on the laptop. Nou, contractonderhandelingen dus gekregen. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten? Beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten? Dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Kom ik even op sociale media. @GianLandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was de journaal, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.